Lieve allemaal, welkom bij een extra vlog over op jacht naar kunst in Kampen. In het mooie Kampen. Lieve allemaal, welkom bij Marieke's Go. Ja, en het is maandag en dan is er meestal geen vlog bij Marieke's Go. Maar vandaag wel, want ik heb een speciale editie van op jacht naar kunst in Kampen. In het mooie Kampen. Want daar is iets heel moois en leuks aan de hand. Prachtige mooie dag in Kampen. Echt fantastisch. Kampen staat er weer super mooi op. Yes. En wat ga ik nou doen? Waarom is deze speciale vlog zomaar opeens gekomen? Nou, ik zal het jullie uitleggen. Er is namelijk een heel mooi huiskameridee van een politieke partij. En die hebben allemaal schilderijen opgehangen in hun huis. Dus daar gaan we zo naartoe. Loop maar met me mee. Kijk, zoals jullie kunnen zien zijn er volop gemeenteraadsverkiezingen. En kunnen mensen gaan stemmen aankomende woensdag. Zo. En daar zijn we dan. Het GroenLinks-huis. Waar al gezellig gezeten wordt met een kopje koffie. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hallo. Zo, ik ben dus in het mooie GroenLinks-huis hier in Kampen, in het mooie Kampen. En ik heb zo een interview met Marijke Drost. Hier komt ze. Hallo Marijke. Hi. Zou je even voor willen stellen? Ja, nou Marijke Drost, ik ben 35 jaar. Moeder van deze twee troela's. Zo schattig. Ja, dus nou ja, die proberen zichzelf bezig te houden. Ja, en ik sta voor GroenLinks op nummer 4 op de lijst in Kampen. Wauw, nou helemaal te gek. Yes. Leuk. Hey, en jullie hebben een GroenLinks-huis en allemaal kunst. En hoe zijn jullie op dit leuke idee gekomen? GroenLinks vindt kunst erg belangrijk. En nou, dit is allemaal beeldende kunst wat je hier ziet. Maar theater, dans, muziek, noem maar op. En vooral dat het ook toegankelijk is voor iedereen. Dus dat het niet alleen voor goed gevulde portemonnees bereikbaar is. Hè? Zo, we hebben even een andere setting. Ja. Zo, ik vind de kunst echt prachtig die hier allemaal hangt. Ja. Welke kunstenaars hebben hier aan meegewerkt? En van welke kunstenaars hangen hier werken? Ja, veel. Nou, we kijken hier tegen de hele grote koe van Wouter Berns aan. Ja. Hier achter mij hangen foto's van Laura Schakeraad. Ja. Nanda Raven die heeft daar foto's, natuurfoto's hangen. Noël Hele heeft daar twee grote werken en nog schilderijen van Kampen hangen. Arne Heldoorn heeft hier van alles. Ja, een beetje. Ik weet niet hoe ik het noem. Multimediaal zou hij het zelf noemen, denk ik. Ja, ja. Ja en paper art van Geertje Alders hangt daar aan de muur. Dus ja, dus, ja, we zijn heel blij met deze samenstelling. Ja. Zo Marijke, als je GroenLinks in een minuutje mag promoten, wat zou je dan willen zeggen tegen de kijker? GroenLinks staat voor een levendig Kampen, maar is ook denk ik de meest progressieve partij op het gebied van niet alleen sociaal beleid en voor een ruimhartig armoedebeleid. Maar we geloven ook dat er de komende jaren gewoon echt grote stappen op klimaatbeleid gemaakt moeten worden. En daar hebben we als gemeente een groot aandeel in. En dat gaat weer verder dan ons afval nog meer scheiden.
gaan. Maar daar moeten we gewoon grote stappen in maken. En voor iedereen ook. En daar hebben we als gemeente grote verantwoordelijkheid in. Dus ik denk dat wat dat betreft dat je voor, bij GroenLinks gewoon terecht kan voor veel mooie kunst en cultuur. Maar ook dat iedereen meedoet, rijk en arm. En dat we gaan voor mooie natuur. En voor dat we de wereld een beetje beter achterlaten voor ons nageslacht. Hè? Ja, nou, hartstikke bedankt. Hartstikke goed. Yes. Nee, dankjewel Marijke en heel veel graag gedaan. Succes. Zo mensen, dit was Marijke's Go. Ik vond het super leuk in het GroenLinkshuis in Kampen. Wat gezellig en een mooie kunst hangt daar. En wat een leuke vrouw is Marijke. En nummer 4, hè? Oh, die staat echt hoog. Heel spannend is dat. Nou, ik vind kunst en cultuur belangrijk. En gelukkig vindt GroenLinks dat dus ook. En jullie ook. En ik zou zeggen, tot de volgende Marijke's Go. Heel veel succes met woensdag, met het stemmen. Dus, mensen, bye bye, take care. En tot de volgende keer. Op jacht naar kunst in Kampen, in het mooie Kampen.